Nou, ik heb de afgelopen 10 jaar honderden interviews gedaan, maar voor het interview al bijna een klap op je muil krijgen, dat is me nog nooit gebeurd. Dat gebeurde vandaag voor het eerst. Sjaak Weg, de bekende Rotterdamse schrijver, is in zijn favoriete onderwerp gedoken, of niet? Klopt, maar ik heb jou ook geen klap op je muil gegeven voor Nee, het interview. nee. Laten we even dit terecht zetten. Oké. Nee, goed. Waarom een boek over Sparta? Omdat Sparta de eerste betaald voetbalclub is en de oudste dus is en 125 jaar bestaat. 1 april. En wat is de toon van het boek? Nou, het is een kritisch verslag van 15 jaar trainingsbezoek vanaf Spartanello in Zuid, te Breggen en op dit moment op Nieuw-Vreelust. En er zijn, kijk, de beste voetballers staan langs de lijn. Dus ik heb verschillende portretten gemaakt van supporters van de training, onder andere. En ook van Sparta-oma, die kwam daar vroeger. En de Sparta-kapper, die hier in de Jacob-Katstraat zijn winkel heeft. En ik heb verslagen gemaakt van de afgelopen jaren van wedstrijden. En ook verslag van bijvoorbeeld de halve finale tegen, hoe heet die club ook weer? Feyenoord. Daar wonnen we toen. En toen was Feyenoord uitgeschakeld voor de finale in 1996. Was dat, weet jij dat nog? Ja, dat weet ik nog. Ja. Doelpunt van Dennis de Nooijen. Hey, en vlak daarna hadden jullie te kampioen kunnen worden, of niet? Nee, we hadden die finale die beker kunnen winnen, maar we verloren van PSV. En heb je ook nog wat over die finale tegen Excelsior toen? Ja, dat was heel triest dat we in de laatste minuut door toevallige call van die spits, die schoot hem erin. Dat was Anders. heel jammer, ja. Ja. Maar die hebben een goede allemaal spits. rode kaarten gehad, hè, die Fernandes. Was geen aardige jongen. Nee, zou een goede spits voor Sparta zijn of zo. Nee, die moeten we absoluut niet hebben. Dat, mensen die geweld gebruiken. Dus laten we zeggen, kleurrijke figuren, belangrijke momenten en die heb je opgezocht. Absoluut, ja. Is er ook kritiek? Ja, er is heel veel kritiek, zoals gewoonlijk, ja. 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 Maar op de Sparta-leiding of. Ja, ik vind een onervaren directeur, algemeen directeur, die totaal meer dan 2 ton verdient. En dan predikt dat de salarissen van de spelers omlaag moeten. Ik vind dat die kunnen die verhoudingen. Bijvoorbeeld nu is op de Sparta-site staat dat er gratis mensen moeten werken in de spelerszone. We hebben een onervaren trainer. En met Sparta gaat het gewoon niet goed. En ik vind, er moet nu een beslissing worden genomen voor een nieuwe trainer. Want ik denk niet dat Sparta kampioen wordt. En dat vinden trouwens heel veel Spartanen. Ja, en dan, maar hij ontslaat de vloed, de directeur ontslaat zijn trainer niet. Omdat het zijn vriend is. En omdat hij dan gezichtsverlies leidt. Ja. Gaat het ook nog over de haat tegen die andere Rotterdamse club? Nou, haat wil ik het niet noemen, maar ja, tuurlijk, er zijn stukken geschreven die niet vleiend zijn voor die andere club. Oké. Goed, jij gaat een stukje voorlezen. Ja. Ik wilde een eretribunekaart kopen en toen ik opbelde werd mij door een dame in onvervals Rotterdams verteld dat ik maar even moest langskomen. Met de Sparta-tram stond ik binnen enkele minuten voor het kasteel. Bij binnenkomst in het oergezellige kantoortje werd mij een boek gegeven waarin alle plaatsen vermeld waren van de ere en de schietribune. De rood-witte mevrouw zei: Ik kan niet voor jou bepalen waar je goed zit. Kijk zelf maar even, zet je naam erachter, een nummer en die plaats is voor jou. Zoiets hoef je heus niet te verwachten van die club uit Zuid. Zondags zit ik op de eretribune ter hoogte van de middenlijn, droog tussen oer-Spartanen, soms bijna bedwelmd onder sigarenrook. Bassie, Bassie, kom op, Witlof. SPARTA. Oké. Hey, hoe kunnen mensen aan dit boek komen? Nou, via mijn welbekende mailadres, sjaakwegapenstaartjehotmail.com. Slechts €15. En jij bent ook op de training van Sparta mee aan te schieten en dan kunnen mensen het boek aan je vragen. Tuurlijk. En de eerstkomende thuiswedstrijd van Sparta, dat is 3 februari tegen Cambuur, zal ik in het sportzoom. Bij de Koffiehoek. En daar kunnen ze ook dat boek kopen. En Sparta geen kampioen, maar wel promoveren, toch? Nou, dat denk ik ook niet. Want dat speel je dus. We hebben al wat de titel voor de periode. Maar dan speel je na competitie. En ik denk niet dat je bij Cambuur gaat winnen en bij Helmond Sport gaat winnen tegen Volendam uit. Dus er moet nu, nogmaals, er moet nu een beslissing worden genomen bij Sparta. Nieuwe trainer.
Nou, hey, succes. Dankjewel.